ben Evi van Kamp en ik heb samen met mijn man een tuinbouwbedrijf Gebroeders Verkamme in Koningsoord. Wij telen zelf volle grondsgroenten die wij dan rechtstreeks vermarkten samen met mijn schoonbroer. Wij zijn zelf met het bedrijf begonnen in 2011. Het is eigenlijk een samensmelting van twee familiebedrijven. Dus ik heb het bedrijf overgenomen van mijn grootouders hier in Koningsoord. En mijn man heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader in Berlaar. En de twee zijn dan eigenlijk samengegaan, waardoor wij eigenlijk een wisseling hebben van volle grondsgroenten enerzijds en anderzijds akkerbouwmatige gewassen zoals maïs en grasland, om de teeltrotatie aan te bieden. Wij telen dus enerzijds volle grondsgroenten die wij allemaal rechtstreeks vermarkten op markten of via onze hoevenwinkel of via boeren en buren. Daarnaast hebben wij ook een zorgboerderij, dus wij vangen eigenlijk mensen met een beperking op die wij een symbole dagbesteding aanbieden. En dan bieden wij ook nog recreatieve activiteiten aan, zoals bijvoorbeeld het maïsdolof in de zomer. En daarboven geven we ook nog rondleidingen aan scholen en aan groepen. Momenteel, wij zijn eigenlijk juist goed van start gegaan en het belangrijkste is om alles een beetje te optimaliseren, om eigenlijk een beetje meer ruimte te krijgen voor ons eigen. En daarnaast zouden wij ook heel graag met de groenten die wij zelf kweken op het bedrijf een meerwaarde creëren, bijvoorbeeld door te versnijden of soepen te gaan aanbieden. En dat dan te koppelen aan onze VZW, onze zorgboerderij, waardoor dat we dan op termijn ook één-op-één begeleiding kunnen aanbieden met de meerwaarde die we kunnen creëren uit onze groenten die we verwerken.